Marco Borsato wordt definitief vervolgd voor ontucht bij een minderjarig meisje en dat is, ondanks dat het al zo lang speelt, alsnog als een bom ingeslagen in het BNR Rijk. Het geduld was toch op? Hij zou toch weer terugkeren op het podium? Nou, nee. Volgens het OM is er dermate veel bewijs tegen de zanger dat hij voor de rechter komt. Het zedefeit waar Marco voor terecht staat is ontucht bij een minderjarig meisje, maar hoe ver is hij precies gegaan? Yvonne Koldewijer, die meermaals heeft bewezen behoorlijk dicht bij het vuur te zitten, deelt vandaag op haar juice kanaal een heftig detail. Volgens haar is hij echt heel wat verder gegaan dan een beetje strelen. Yvonne, zijn advocaten hebben gisteren in de media gebracht dat zij graag een dossier willen inbrengen met 29 getuigenverklaringen van mensen die zeggen dat het zou gaan om smaad en laster. Ik denk niet dat deze 29 mensen erbij waren toen hij met zijn vingers aan haar geslachtsdeel zat. Zo, als dat waar is, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Dat is ook de reden dat het OM deze 29 verklaringen op dit moment niet in behandeling wil nemen. Het OM heeft genoeg bewijs om over te gaan tot vervolging van dit pure strafbare feit. Het seksueel misbruik, dat staat op zichzelf. Wordt deze zaak nog erger dan die tegen Thijs Reumer? Ik vind dit erger dan wat Thijs Reumer gedaan heeft. Deze rechtszaak zal meer dimensies krijgen dan die met de vieze apjes van Thijs. Ook omdat Marco een hele nare tegenaanval heeft ingezet. Het is nu al geruime tijd bekend dat er een zeer belastende audiotape zou liggen, waarop Marco een schuldbekentenis zou doen. Yvonne noemt dit het meest overtuigende bewijs. Toen de moeder van het meisje, die dus al 25 jaar werkte voor Marco, het dagboekje ook bewijs las van haar dochter, is ze vrijwel direct naar Marco toegegaan. Om hem te confronteren, zijn reactie is opgenomen en wat hij daarop gezegd heeft, vindt het OM bewijs dat hij het inderdaad gedaan heeft. Door dat gesprek en de woorden van Marco heeft de moeder ook ontslag genomen, ze werkte voor hem, red. Dat is blijkbaar ook te horen in het gesprek. Besef even hoe groot dit is. Bevriende BN'ers kunnen echt niet doen of er niks aan de hand is, besluit Yvonne. Marco is na de confrontatie met de moeder samen met het meisje een aantal keer in therapie gegaan, omdat zij hem als vaderfiguur zag en hij daar misbruik van heeft gemaakt. Dat is echt zeer verwarrend en traumatisch voor een tiener. Verknald. Hij heeft haar daar dus ook in ondersteund, onder begeleiding van therapeuten. Misschien dat hij niet helemaal besefte dat zij het betasten niet wilde. Maar ze was vijftien, dus hij had sowieso zijn poten thuis moeten houden.